Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Roomtour op Tina TV. Ik ben Sarah en vandaag laat ik jullie mijn kamer zien. Lijkt het je leuk? Doe dan vast een duimpje omhoog en blijf kijken. Zoals Romy al vertelde, delen wij samen de zolder. En hier is dan ook ons gezamenlijke kledingrek. Hier is haar kamer, maar we gaan mijn kamer binnen. Hier is dus mijn kledingkast. En daar zitten gewoon al mijn kleding in en zo. Dan hebben we hier mijn bureau. En hier zit ik eigenlijk altijd aan als ik mijn huiswerk maak of ik zit gewoon even te tekenen of zo. Dan hebben we hier mijn make-up tafeltje. En hier zit ik altijd aan om make-up op te doen of het eraf te halen. Dan hebben we hier mijn bed. En hier de statief. Nou, ik heb dus alles bij elkaar verzameld. En dan beginnen we bij de eerste. De meesten kunnen het al wel verwachten, maar dat is toch wel echt het team Sandefest. Ja, ik ben er gewoon echt heel trots op en niemand mag hem ook aan. Het is gewoon echt een herinnering en ik ben er gewoon echt heel erg blij mee. Dat is deze Mickey Mouse haarband. Want jullie weten waarschijnlijk wel dat Romy een keer hem eerder mee heeft gedaan dan Voice Kids. En dan ga je naar Disneyland en als gezin mag je dan mee. Dus wij gingen zo naar Disneyland met het gezin en toen had ik deze Mickey Mouse haarband gekocht en het is gewoon iets met een hele mooie herinnering eraan. Je denkt misschien van waarom dit broekje? Het is gewoon een saai kort broekje. Nou, je ziet dus op de achterkant van die vlammetjes. Ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien. Maar die heb ik dus er zelf opgetekend. En ja, ik ben er echt heel erg trots op en het broekje zit echt heel erg lekker en zo. Dus ja, mijn eigen gemaakte korte broekje is toch wel mijn mooiste kledingstuk in mijn kamer. Dit. Dat had ik van een vriendin van mij gekregen voor mijn verjaardag. En er zitten allemaal super leuke foto's aan en zo, maar het staat echt helemaal niet in mijn kamer. Maar ik dacht, nou ja, boeien, het zijn gewoon allemaal leuke herinneringen en zo. Dus ik heb wel mijn kamer staan. Dit rokje, ik weet nog zo goed dat ik gewoon dit rokje zo graag wou. En uiteindelijk heb ik het gewoon helemaal niet meer gedragen. Ja, onwijs zonde natuurlijk. Dit blouseje. Ja, dit is echt zo'n opa overhemd. En daar zit ook al een grappig verhaal achter. Ik was op een verjaardag van een familielid van mij. En mijn opa komt zo aan in een superleuk blouseje. Dus ik zeg tegen mijn opa van, wow, dat is echt een heel leuk blouseje. Mag ik meer van je oude blousejes? Dus ik ging zo met mijn moeder naar zijn huis. En toen had ik dus allemaal oude blousejes van hem gekregen. En dit is er dus één van. En dat is bij mij eigenlijk heel makkelijk. Want dat is bij mij deze grote vriend, de ventilator. Ik slaap boven en ik kan het gewoon niet aan in de zomer. Het is gewoon zo warm in mijn kamer. Dus ja, de ventilator is wel echt gewoon mijn beste vriend in de zomer, ja. Bedankt voor het kijken en doe dan ook een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer je op Tina TV voor meer van dit soort leuke video's. Tot de volgende keer. Doeg!